Op 6 oktober werd het lichaam van de man gevonden in het water in Zuid. De politie heeft toen direct onderzoek gedaan om te kijken wie de man is, door in de database te kijken van vermiste personen en DNA-onderzoek te doen. Soms brengen jullie een foto naar buiten van iemand die is gevonden. Waarom nu niet? Ja, we kunnen geen beelden laten zien van deze man. En dat heeft er alles mee te maken dat hij toch te lang in het water heeft gelegen. En dat betekent dat hij niet meer toonbaar is voor de kijker. Het zou niet bijdragen tot zijn herkenning. Het zou alleen maar shockeren. Dus we moeten het echt doen met het signalement wat we van hem hebben. En met de kleding die hij heeft gedragen. Maar 3 weken later is nog steeds niet duidelijk wie de man is. Hij is vanmiddag begraven op begraafplaats Sint Barbara. Een anoniem graf, wat wel vaker gebeurt als de overledene geen nabestaanden of bekenden heeft. Erg erg, hè, dat je 3 weken lang niet gemist wordt. Ja, dat heeft ook iets heel verdrietigs. En we voelen ons ook wel verantwoordelijk om zijn identiteit vast te kunnen stellen. Het ziet er nu niet naar uit dat er sprake is geweest van een misdrijf. Maar we weten natuurlijk niet waar hij gewoond heeft. Dus mogelijk dat er iets in die woning zich heeft afgespeeld. Dus er is ook nog wel degelijk echt een politiereden waarom we willen weten wie hij was. Maar zeker ook voor hemzelf. Want het heeft iets wel heel treurigs dat je alleen wordt begraven. In ons opsporingsprogramma Bureau 020 extra aandacht voor de zaak. Daarin wordt ook besproken wat voor uiterlijke kenmerken de man had en welke kleding hij droeg.